1-1. Ik denk dat iedereen ermee kan leven. Ja, eerst al waren zij wel beter. En kregen we uiteindelijk wel iets meer grip op de wedstrijd, maar niet voldoende. En de rust hebben we proberen om te zetten. En dan begin komen we gewoon goed uit de startblokken. Creëren we wel kansen. Maar ja, ik vind dat we het einde hebben een beetje laten lopen. Per ongeluk. Vond je dan dat er meer in zat voor Noordwijk? Ja, we starten echt slecht. Echt heel slecht. En dan zie je gewoon dat moet gewoon beter. En uiteindelijk denk ik 1-1. Wij komen met een mooie bal van Dylan. Die maakt me goed af in 1-1. En toen had ik echt een hoop van oké, we gaan hem nu eroverheen zetten. Maar dan stappen we te ver achteruit. Dus ja, ik denk uiteindelijk 1-1. Weet je, over en weer prima. Je zegt een mooie bal van Dylan. 1-1. Ik maak hem goed af. Dat doe je ook inderdaad goed. Maar wat, en dat bedoel ik positief, hè? Jij loopt op een bal waarvan een ander denkt van, die haal ik nooit meer. Ik moest aan Marco de Ridder denken. Misschien weet je geen eens wie dat is, een oud-speler van Katwijk. Die liep ook op vuile ballen, die maakte ook vuile meters. Waarvan een ander denkt, laat maar lopen, die rolt wel uit. Jij loopt daar nog voor. Ja, maar ja, weet je, de een heb ik kracht dat ik een man kan passeren en een actie kan maken. En ik heb de kracht dat ik als een dolle stier overal af ga rennen en ook duel aan ga. Ja, nou, ieder zijn kracht, ieder zijn ding. Ja, uiteindelijk, weet je, ik zei tegen Dylan van, joh, geef maar. En ik maak wel loopactie en dat komt goed terecht. Keeper twijfelde en dan zekerheid nemen. Dan is er wel heel veel ontlading, hè? Ja, maar weet je, natuurlijk tegen Quick Boys een van de mooiste wedstrijden van het jaar. Weet je, daar doe je het voor. Je speelt tegen de, tussen aansteken tegen de Blauwe dan. En hetzelfde als dat je tegen Katwijk speelt, tegen Rijnsburg. Ja, die wedstrijden wil je gewoon winnen. Je wil laten zien dat je gewoon goed genoeg bent van de bollenstreek. Nou ja, nu gelukkig 1-1 nog. Ik heb nog een klote bericht voor je trouwens. Wat dan? Boven in de kantine. Er is al een zanger. Ja, nou ik ga neem stiekem nog wat die microfoon over. Ga je hem doen? Ja, hij komt vanavond. Ik zie hem erboven, Willem, kom goed. Ga je jouw blik doen? Ja, maar nu niet. Hoe niet nou? Wacht even. Heb je inmiddels al een ander lijflied bedacht? Want jouw blik weten we nou wel van jou. Ja, nee. Het blijft bij jouw blik. Maar ik zie zo erboven, Willem. Een bakertje erbij, hè? Daar gaan we gewoon weer voor. Nee, hij doet niet. Vanavond gebeurt hij niet, Willem.